Hey, ik ben Joshua en vandaag ga ik je wat meer vertellen over de Samsung Galaxy S8. Het design is zo strak, ik heb nog nooit zo'n mooie telefoon gezien. Het eerste wat natuurlijk opvalt is het grote scherm. Aan de bovenkant en onderkant heb je kleine randjes, maar voor de rest heb je geen randen. Wat ook verder opvalt aan deze Galaxy is dat de homebutton weggehaald is aan de voorkant en de vingerscanner is naar de achterkant verplaatst. Als je naar de bovenkant van de telefoon kijkt, zie je de ingang voor de simkaart en voor een externe SD-kaart. Als je naar de onderkant gaat, zie je daar de aansluiting voor de mini jack. Je ziet de speakertjes aan de zijkant, ook een microfoon en je ziet de ingang en dat is een USB-C ingang. Dat zorgt voor sneller opladen en sneller datatransfer. Aan de rechterkant van het toestel zie je het aan- en uitknop en aan de linkerkant zie je de volumeknop met harder en zachter natuurlijk. En daaronderin is een nieuw knopje, dat is speciaal voor Bixby. De Samsung Galaxy S8 Plus heeft een scherm van 6,2 inch en de Samsung Galaxy S8 heeft een scherm van 5,8 inch. Beide hebben een resolutie van 1440 bij 2960 pixels. Verder heeft het grote scherm heeft natuurlijk wat batterij nodig. Bij de S8 Plus is dat 3500 mAh en bij de Samsung Galaxy S8 is dat 3000 mAh. Samsung Galaxy S8 heeft een quad-core processor en is daarmee eigenlijk gewoon snel. Prestaties van de telefoon zijn ontzettend goed, heel scherp. Je kan snel door apps heen. Het heeft eigenlijk geen enkele vertraging of stilstaande apps. En verder werkt de camera ontzettend goed. Je kunt snel scherp stellen en je hebt zulke hoge resolutie met de 4K waarin je kan filmen. Verder is hij stevig. Het is een aluminium body met glas. Ik zou hem niet laten vallen op de grond. Zou ik wel aanraden om hier een hoesje voor te gebruiken als je er wat langer van wil genieten. De telefoon zelf is gebruiksvriendelijk. Eigenlijk werkt hij zoals we gewend zijn van Samsung. Mocht je nou een iPhone hebben en overstappen naar de Samsung, is het wel even wennen omdat je van iOS naar Android gaat. Maar het is gewoon een hele makkelijke telefoon, heel intuïtief. Meestal neem je deze telefoon op een abonnement en dan ben je rond de 30 tot 50 euro kwijt. Misschien 60 afhankelijk van je bundel. Maar koop je hem los, dan is hij wel even wat prijzig. Hij zit wel aan de bovenkant van de markt. Voor de Samsung Galaxy S8 Plus betaal je natuurlijk wel ietsje meer dan voor de Samsung Galaxy S8. Maar met beide telefoons kan het nooit misgaan. Al met al is dit gewoon een hele mooie telefoon waar je jaren van kan genieten. Als je ergens voor moet gaan en je hebt een beetje budget vrij, dan zou ik zeker voor de Samsung Galaxy S8 Plus gaan.